Ja, ik ben een beetje gevleid, want Anke heeft mij 6 of 7 jaar geleden al ondertussen verteld eerst over de film die ze wilde maken. En dat was nog niet af, dat scenario was nog echt work in progress. Maar één ding wist ze, waar dat ik die moederrol speelde. Ja, ik was dus heel gevleid, ik kende Anke. Ik heb vaak met Ruben, haar echtgenoot, samengewerkt. En ik kende haar als castingdirector. En ik weet dat zij wel serieuze dingen maakt. Dus ik was heel gevleid en ik sowieso Dofies ja gezegd. Ja. Maar we hebben nog lang moeten wachten. En, zo, je kent het, hè. Film is niet van, ik heb een idee en volgende maand draaien we. Maar bon. En dan kwam dat scenario. En dan vond ik dat heel mooi. Omdat dat zo... Het is geen soap, het is niet thuis, met alle respect. Maar het is... It could happen to you. Het is gewoon de dingen van het leven die gebeuren. Niets wordt gedramatiseerd. En hoe je volwassen moet worden in een wereld, eigenlijk zoiets. En zo zouden thema's kunnen zijn. Die gaan allemaal vreemd daar. En er is kanker en de kinderen zeggen fuck je tegen je moeder. Maar ja, dat zijn dingen waar je nu eenmaal mee moet leven. En ze heeft dat bijna metafysisch aangepakt, vind ik. Dat is helemaal niet een huisstijl- en keukendrama geworden. Het is heel herkenbaar. Dat is natuurlijk een term die vaak zal vallen. Herkenbaar. Maar het wordt ook zo grappig. Omdat ze zo een stapje toevoegt, Anke. En ik zou dat niet kunnen. Zij kan dat, maar ik zou dat niet kunnen. Ik ben nog geen oma, maar dat ligt wel dicht bij mij. Ik ken dat. Maar wat mij specifiek aansprak, is wel de zottigheid van dat mens. Ja. De ongenuanceerdheid, dacht ik. Het is heerlijk om zo lichtzinnig door het leven te gaan. Het is ongenuanceerd. Alles is altijd vrolijk. Baseert u eigenlijk altijd op mensen die je tegenkomt, of op de tram ziet zitten, daarom moet je ze niet kennen. Maar vooral, Anke heeft dat heel goed begeleid. Die gaf niet af. Je moest dat blijven opnieuw en opnieuw en opnieuw doen, totdat je deed wat zij vroeg. En dan moet je daar blindelings in vertrouwen. Hè. Ze weet wel wat ze wil. Mm. En als ik een andere invulling had, een andere manier van spreken of wandelen of dansen of gelijk, dan liet Anke dat wel eerst gebeuren. En dan ging ze toch helemaal naar het begin. Een keer naar het begin moet het nu zo doen. En ik dacht telkens, ja, dat is elke keer beter. Ja. Wat maakt haar zo goed? Dat zou ik ook willen weten. Eigenzinnigheid? Ja, eigenzinnigheid. Het zit in uw hoofd zo en dat is wat je wilt maken en niet afwijken. Maar natuurlijk alles laten komen, invloeden laten komen. En sommigen die kloppen met haar beeld. Wat dat, ik denk eigenzinnigheid, niet afgeven. Als dat theaterpremière is, dan ben ik op van de zenuwen. Dan zou ik niet nu hier komen zitten. Maar mijn werk is gedaan. Ik kan toch niks meer veranderen. ik was opgetogen en verbaasd dat hij zoveel bijval had, die film. De mensen hebben precies na een tijd van veel actie en thrillers en avonturenfilms behoefte aan de soberheid van dit is mijn omgeving en dat kan mij ook overkomen. En het is oké om niet te weten hoe dat ergens mee moet, dat is oké.